Het grootste doel van de NPS is om Suriname weer op de kaart te zetten. Dit haalde Wayne Telgt, hoofdbestuurslid van de NPS, afgelopen zaterdag aan in Groenjari. Zaterdag werd de 73ste verjaardag van de Nationale Partij Suriname gevierd en is de verkiezingscampagne officieel van start gegaan. Telgt merkte op dat de NPS zich altijd heeft ingezet voor de ontwikkeling van het Surinaams volk. Dat heeft de Groene Partij volgens hem in het verleden reeds bewezen en dat zullen zij weer doen. Aladdin 73 jaar, ik heb mijn liever niet bijdragen. Aladdin 73 jaar. Als het nou is in de oppositie, als het is in de coalitie, is nou 1 zetel, 3 zetel, 2 zetel. NPS heeft altijd aan de kant van de ontwikkeling van het volk gestaan. We zijn hier vanavond NPS'ers om te werken naar een moment van 2010 die niet het doel is, maar een moment die als tussenpauze moet dienen om als doel, want een beetje doel na, om dit land weer eens op de kaart te zetten. Dat is de rol van de NPS. Daar zijn we goed in. We hebben het toen gedaan. We gaan het nu nogmaals doen. Ivan Hildoplein, voorzitter van de afdeling Paramaribo, stelt dat de ontwikkeling van het land vooral afhangt van de keus die het volk maakt op 25 mei. Hij benadrukt dat vooral de first voters een bewuste keus zullen moeten maken. First voters, be careful. Watch your step. In 2020, you go put your sting for het eerst. If you make one foute keus, na die 5 jaar, je maakt een keus. If you make one fout, dat one taki, 5 jaar, je no manchara chenchi komoro. En in een leeftijdsgroep dat die, tussen 22 en 25, tussen 22 en 27, 28 jaar, na leeftijd sta je bouw op. En als de regering komt, zijn er zet de mogelijkheden die je, dan je hebt een probleem. Sap wan sani. Te met een verkeerde keus, je put je ouders in probleem. Je put je schrijf in probleem. Je put heerslanden in een probleem. Aldus Ivan Hildoplein, voorzitter van de afdeling Paramaribo van de NPS, afgelopen zaterdag in Groenjari. Hij benadrukte dat jongeren harder zullen moeten werken indien zij in 2020 een verkeerde keus maken.